Ja, jazz at the Beep. Johan Bijker, wat betekent dat voor jou, dat je dat al 20 jaar doet? Ja, het is wel een mijlpaal. Het is maar een getal. Maar ja, soms kijk je eens even achteruit, want dat is niet mijn gewoonte. Ik kijk altijd vooruit. Mijn motto is altijd op naar nieuwe avonturen. Nou ja, en zo komen er steeds meer jaren bij. Ja, want 20 jaar geleden ben je ermee begonnen. En hoe is het ontstaan? Ja, vanuit een pianoprogramma wat ik deed. En ik ging daar iets doen van de jazzgeschiedenis. De pianisten van het begin, de ragtime, waarvan ik nu weer wat ga doen. En dat is later een band geworden. Met wisselende bezettingen en nu al een hele tijd vaste jongens eigenlijk. En we spelen allerlei repertoire, begeleiden gasten. Arrangementen schrijf ik allemaal zelf, doe ik gratis. Omdat ik de passie voor die muziek heb, anders deed ik het ook niet. En de beloning is dan een mooie opname en in de regel ook een cd. En dat dank ik dan weer aan een oude vriend, Jan Vlaskamp. Die zegt, Bijkerk, ben je klaar? Het was een mooie cd. Wat ga je nou doen? Dat heeft hij nou weer gezegd. Dus ik stort me nu weer op allerlei zaken. Zoals composities die ik gemaakt heb in de periode 1981-85. Over New York en in New York. Daar had ik toen geen band voor om ze uit te voeren. En die heb ik nu wel. Dus vandaar dat ik nu zo druk aan het schrijven ben. Ja, want dat moet het komend jaar plaats gaan vinden. En ja. het eerste concert, wanneer is dat? Dat is 3 februari. En wie gaan daar aan meedoen? Daar doet mee een violist, Bert Smits. En dan mijn eigenlijke trio op bas, Martin Sanders. Chris Strik op drums. En verder hebben we Sam Tanaert, een Almeloos talent. En Erik Wind, ook een Almeloos talent. Daar komen er nog mensen bij van Servus. Daar heb ik al een paar keer mee samengewerkt. Dus Almeloze talenten komen aan bod. Want die kunnen echt wel wat. En die zijn ook heel enthousiast. Want iedereen die Servus mensen heeft zien optreden, die weet dat. Nou, en dat gecombineerd met het spontane van jazz is geweldig. Zou je mij kunnen vertellen hoe deze tentoonstelling tot stand is gekomen? Ja hoor, wij gaan altijd met een commissie, de kunstcommissie van Hof 88, Indigo, naar de Aki Finals, heet het dan officieel. Hè, de eindexamens van de Aki en de mensen die afgestudeerd zijn. Dat is altijd heel boeiend. Het was dit afgelopen jaar, 2018... in de academie, het academiegebouw en in Concordia. Heel bijzondere tentoonstelling met veel echt goede jonge kunstenaars. En dat gaan we altijd bekijken omdat wij meestal ieder jaar een tentoonstelling recent afgestudeerde kunstenaars krijgen en graag willen hebben. En dan moeten we natuurlijk kijken of er bijzondere werken bij zijn. Ik ben bezig met de vergankelijkheid en de transformatie en de tijd die daarbij hoort. Onder andere uitzicht dat in dit werk, dat ik vanuit een onderzoek naar materiaal eigenlijk verrast word door wat het materiaal zelf doet. Dus het is ooit een experiment geweest waarbij ik niet bedacht had van tevoren wat het zou doen, maar gewoon maar uitprobeer. Het glas wordt hier vastgezet eigenlijk op het moment dat het net smelt. En dan trekt het naar zich toe, maar ook uit elkaar. En dat is hoe je die structuur krijgt die je ziet. En het is heel fragiel, maar nog steeds sterk genoeg om horizontaal aan de muur te hangen. En voor mij een soort van verstilling van het materiaal ook op dat moment.
je hebt verteld dat je was van de AKI afgestudeerd in 2017, maar op een ander vakgebied en je bent nu met fotografie bezig. Vertel eens. Ik ben ongeveer 10 jaar met fotografie bezig. Ik ben vrij vroeg begonnen. Het kwam gewoon doordat ik heel gefascineerd raak door de dingen om mij heen. Ik zie heel veel absurde dingen in het alledaagse wat ik heel spannend vind. En het frustreerde mij altijd heel erg dat ik aan andere mensen niet kon laten zien of horen wat ik eigenlijk waarneem. En daarom ben ik gaan fotograferen en heb geprobeerd om mijn waarneming in deze na te botsen, zeg maar. Dit werk wat jullie kunnen zien komt voort uit een minorproject dat ik 2016 heb afgerond. Mijn doel was om mijn fotografiepraktijk en mijn beeldhouwpraktijk bij elkaar te brengen. Want normaal zijn die twee heel afgescheiden van elkaar. Dus ben ik een installatie in een fotostudio gaan bouwen met allemaal spullen uit mijn beeldhouwatelier. Om dan dat vervolgens te gaan fotograferen. En dit is het resultaat. Hoe is het om nou die dansschool vaarwel te moeten zeggen? Nou, ik was daar eerst wel een beetje bang voor. Maar je bent dan zo druk, alles ontruimen. Moesten we 9 weken naar de tolplas, maar we moesten overbruggen. Dan moet je het hele huis weer opknappen, het nieuwe huis. Nou, dan ben je al een paar maanden verder. Dus zo langzamerhand begon je er wel aan te wennen. Dan krijg je alle visites erbij. Nou, en dan de mooie zomer. En dat was natuurlijk ook prachtig. Ja, want vanavond wordt hier een klein stukje nostalgie teruggehaald. Hoe is het om die sfeer van vroeger weer een klein beetje terug te zien? Oh, heerlijk, heerlijk. Maar je kent iedereen. En dat is gigantisch. Er zijn heel veel mensen die jaren 60, 70 les hebben gehad. Die zijn er ook nu. Ja. Dat is voor jullie wel heel leuk, hè? Ja, zeker. Je ziet een heleboel oud-leerlingen. Hè? Oud tussen aanhalingstekens. Maar en dan hebben we de zondag 17 februari aanstaande. De reunie. Ja, dat is dus ook hier in het huis van Katoen en Nu. En dat is smiddags van 3 tot ongeveer 7 uur, 7:30. Het ligt eraan hoe druk het wordt. Ja, dat wordt ook een heel mooi iets. Maar vanavond eerst gaan jullie zo meteen de dans openen, begrijp ik, hè? Ja, zeker. Ja, daar beginnen we mee. Ja, kijken of we het nog kunnen. En als jullie er dan bij komen, dames en heren, dan gaan we er vast wel een gezellige avond van maken. Ik mag wel zeggen, het is een feestje om zoiets te mogen organiseren. Het zijn, Johan en Sjaan zijn natuurlijk heel leuke mensen om iets mee te organiseren. De hele expositie is al een feestje. En dit is ook weer een topper. Een kers op de taart voor jullie dus. En hoeveel mensen zijn hier vanavond ongeveer? We zijn vanavond uitverkocht. Als iedereen binnen is, de gasten komen nog binnen. We hebben zo'n beetje 150 man binnen. En er mag gedanst worden, hè? Er mag volop gedanst worden vanavond en er komen nu al vragen van gaan we dit vaker doen? Als het een succes is, gaan we dit zeker vaker doen. Dit is een nieuwjaarsreceptie, het is bijna te laat, maar ik doe het toch. Ontzettend goede en beste wensen voor het komende jaar. En ik hoop dat we elkaar in goede zin heel veel tegenkomen. Dank u wel. Dan hebben we hier. Nou, ik heb dit oude zakhorloge ingebracht en een oud muziekinstrument. En hoe kwam u aan die instrumenten en aan die spullen?
Dat zakhorloge, dat is een familiestuk. Want dat is van mijn opa geweest. Dus dat is al zo'n 150 jaar oud. En het muziekdoosje? Dat heb ik ooit 20, 25 jaar geleden is gekocht van iemand. Als curioza. En hoe oud blijkt dat te zijn? Ik denk ook zo'n toch wel een 150 jaar oud. Andere tonnen. Ja. Nou, dat er ooit iets zuurs in heeft gezeten, absolute onzin. Want de eerste koper, dat zou aangetast worden. Er zit lood in, dat zou aangetast worden. Dus dat is het niet. Heeft er misschien ijs in gezeten, want ze hadden ijskelders. En dan had je een voorraadje ijs in huis. Was het ook niet. Ik heb meneer Beekhuizen de foto gestuurd. Ja. En hij zei, het is een tabakspot. Ik vond het heel erg leuk. Ja, er waren echt hele mooie dingen bij. Het programma heette zo. Nou, er was ook heel veel pruttel, maar er waren ook hele goede stukken bij. Ja, en dat was heel erg leuk. En Gijs Stork en Kokkie Mulder deden dus, waren ook jury. Nou, zij zijn hele echte rommelmarktverkopers. Nou, en wij hebben dus een schilderij, of onze zoon heeft een schilderijenwinkel en ik heb mijn hele leven getaxeerd. Dus ik vond het wel leuk om nu als AOW'er nog een beetje mee te doen. Ja, yes. Eigenlijk, ja. En wat vond u het meest bijzondere? Vanavond? Nou, ik vond die rare koperen pot vond ik echt heel erg mooi, waarvan we allemaal niet weten wat het nou precies is geweest. En verder, ja, er was een hele gekke muziekdoos. Een hele bijzondere oude met een rol. Maar ja, daar was niet het papier bij. Ja, dan kun je er niks mee. En dat vind je ook niet meer, denk ik. Maar goed, je moet nooit de moed opgeven. Als ik het een keer tegenkom, dan zal ik de meneer zeker waarschuwen. Al enige tijd draait in verschillende filmhuizen de documentaire Klanken van Oorsprong van de filmmaker Hetty Nijkens, Rethel Helmrich. Het is het verhaal van diverse artiesten met een Nederlands-Indische achtergrond die tussen 1945 en 1962 gedwongen terug moesten naar hun oorspronkelijke vaderland, Nederland. Beelden te zien uit onze jeugd. Nostalgie. Okay. Optreden van de Blue Diamonds, Anneke Grunlo, die muziek. En waar begon de jeugd voor jullie? In Almelo. In welke wijk? In de B-club. Nou, ik heb hele positieve geluiden gehoord. Ja. Dus ik denk dat het gewoon heel leuk is en heel veel herkenning is. Ja, nou, ik hoop. Jeetje, ongelooflijk! Tielman Brothers, dat waren acrobaten. Hey, kippenvel, hè? Dat show-effect, dat zat al in de Indo zelf, hè? Alles wat hij doet, doet hij met show. Rudy, waar is stiekem jaloers? Dat wilden wij eigenlijk ook graag. Maar wij zaten al... Zum Abschied sag ich dir goodbye. Twinkellicht hebt stof en spel. Boven jouw hoofd geen wolkenvel. Als je spiegel. Indië zit wel in mij. Op een voor mij hele prettige manier ook. We werden het land uitgebonjourd. Je was verdreven eigenlijk. Je hoorde er niet meer bij. Je had een uitklapklep en dat was muziek. Geen berg aan de horizon. Hoe is dat? De reggae? In dit land waar ik ben geboren. Dat is toch kroontje, kom op man, dat kom je uit Indonesië vandaan. Alleen die voor het horen,
gevaar is altijd, je bent nou Nederland en nou ga je, houd je bek dicht en je gaat integreren. Als je maar niet aan die wilde negermuziek gaat beginnen. Eerst maar een satéetje halen. Little ship, keep sailing till you reach the shore. Then I'll hold my loved one in my arms once more. In my arms once more. In my arms once more. Aanleiding van de film Klanken van Oorsprong, die vandaag dus draait in de Almelo, en waarvoor we nu een volle zaal hebben, is eigenlijk zijn eigenlijk mijn eerste eerdere films, Contract met Jos, Django Lupa, ook met een ondertitel, Maleis en Buitenkampers, Bukan Mayin. Mm-hmm. En die twee films die had ik eerder gemaakt. Dat gaat over de Indische geschiedenis. Mm-hmm. Anneke Greunlo leefde nog, Sandra Remer, Riem de Wolf van de Blue Diamonds. Zij leefden nog en zij konden mij precies vertellen wat hun beweegreden was om met muziek bezig te zijn geweest. Hè? Waarom zij de muziek zijn gaan maken, maar ook hun Indische geschiedenis. Dus je hoort Anneke ook over de oorlog vertellen in deze film, Klanken voor Oorsprong. Maar het is ook een hele mooie, luchtige muziekfilm geworden. En waarom? Nou, de Thielman Brothers uit Breda en later hebben ze figuren gemaakt in Duitsland. Zij zijn eigenlijk de oprichters en de nestors van de Nederlandse popmuziek. Ja. Zij zijn begonnen in 1957 en Hans Baks is een van degenen die overleverde van Thielman Brothers, die ook bij de Thielman Brothers speelde, bedoel ik, en bij de Javelins. Die zit ook heel erg goed in de film. Hans en Eddie Châtelain van de Crazy Rockers. Nou, de Crazy Rockers bestaan volgende week 60 jaar, dat kun je nagaan. Zijn eigenlijk de nestors van de Nederlandse popmuziek. En ik ben heel trots ook dat ook een Boudewijn de Groot, die ook Indisch bloed heeft en Indische roots. En natuurlijk Ernst Jans, Dennis van Leeuwen en Lisbeth Lister, die ook in de film zitten om het een en ander te vertellen. Nou, het is een heel film die dus nou niet meer gemaakt kan worden, omdat een aantal mensen er niet meer zijn, maar ook niet meer kunnen. Zoals bijvoorbeeld Lisbeth List, zij is dementerend. Dat heeft ook in de media gestaan. Mm-hmm. En op die manier heb ik dus een film kunnen maken die inkijkje geeft in de Indische geschiedenis, maar ook in de Nederlandse popgeschiedenis. Okay. De in Almelo wonende Ikkie Fürstner en James Limman hebben in die tijd deel uitgemaakt van de Thielman Brothers. De Indo-scene is bij mij begonnen in de 70 jaren. Mijn eerste bluesband was de Eastern Aces, daar ben ik naar Duitsland mee gegaan. Dat was in de 70e jaren. Maar ja, ik zat bij Donnie thuis. Donnie woonde toen op de Windmolenbroek, op de Karekiet. En toen kreeg ik opeens een telefoontje van een zekere Reggie Thielman. De telefoon kwam vanuit Basel en hij zei, we hebben nog een bassist nodig, want onze vroege bassist, een zekere Benny Putira, die gaat eruit. En de jongens van Eco, die ook op bezoek waren daar bij Donnie, mogen zeggen, Ikkie, als het jou was, zou ik maar gaan. Want elke Indo-rocker, die, als ze bij Thielman gevraagd worden, ja, die moet gewoon heen gaan. Dus als het jou was, gaan we naar Basel. Gaan we naar Basel, naar Thielman. En op een gegeven moment zat ik, waar was ik? In Davos, hè? Was ik geloof ik met First Move. En toen kreeg ik een telefoontje van Reggie. Reggie Thielman. Ja. Nou, we hebben veel van jou gehoord. Loet, zegt hij, goede gitarist en zo, heb je zin om bij ons te spelen? Ik zei, nou ja, ik weet het niet, ik voel me wel goed bij First Move, ik zit al 7 jaar hier. Maar ik heb het toch gedaan uiteindelijk. Ik ben weggegaan bij First Move en First Move ging gelijk op elkaar. Dat was de laatste formatie. Die ging gelijk op elkaar en ik ging naar Thielman. Thank you.
Het gebouw is ontworpen door Henk Drul, architect bij Delftse Architectenbureau Meccano en werd in 1994 door koningin Beatrix geopend. De architect heeft geprobeerd om met dit speelse gebouw tegenwicht te geven aan het strenge ontwerp van het oude stadhuis dat er schuin tegenover staat. De beplating is van koper. De kopgevel van het gebouw is voor een groot deel uit ultramarijn blauw glas opgetrokken, net zoals de noordelijke kopgevel. De dakopbouw is van zink. Het gebouw kostte destijds 12,8 miljoen gulden. Onze bibliotheek werd in 1916 opgericht en bestaat dus al meer dan 100 jaar. Een bibliotheek is in deze samenleving van groot belang. In een bibliotheek kunt u lezen, leren, informeren, culturen proeven en ook ontmoeten en debatteren. Bibliotheek Almelo biedt je het volledige assortiment aan literatuur, e-books en muziek. In de bibliotheek is ook de toeristinfowinkel. De zeer betrokken medewerkers maken je graag wegwijs in de stad. Tevens is er een café gevestigd en daar worden ook concerten en lezingen gehouden.